En dat zorgde er eigenlijk voor dat de omzet echt heel hard ging en dat we heel snel bekend werden. Probeer in het begin vooral je eigen ding wat je bedacht hebt goed te doen. Onze ondernemende gast vandaag is Niels Verwij, een handelaar in beddengoed en andere koopjes. En naar eigen zeggen een echte omzetjager. Toch, Niels? Klopt. Ja, ik zou denken als ondernemer ben je met name gefocust op winst. Waarom op omzet? Nou, dat is eigenlijk nooit echt mijn doel geweest in het begin. Ik wilde vooral iets neerzetten wat iedereen kende. En dat ga je niet doen met alleen maar winst maken, maar vooral door veel omvang te creëren. En dat doe je met omzet. Ja, en nu voorspelde je vorig jaar dat je dit jaar door de omzetgrens van 100 miljoen heen zou gaan. En we zijn inmiddels best ver het jaar in. Gaat het lukken? Wordt spannend, maar we zitten zeker in de buurt. Ja. Oké, okay. Dus erop of eronder. Ja, ja. Klopt. En vertel eens even, waar hou je dat allemaal vandaan? Nou, we zijn dit jaar flink uitgebreid. We zijn gefuseerd met de Arend, eigenlijk een projectbedrijf wat projecten inricht voor bijvoorbeeld horecagelegenheden of bijvoorbeeld vakantieparken en dergelijke. Daarnaast hebben we nog een andere webshop overgenomen, koopjedeel.nl. En eigenlijk is dekbediscounter.nl zelf ook erg hard gegroeid. En daarnaast hebben we sinds ongeveer begin januari ook een flinke stap gemaakt met ons leaseconcept. Waar we eerst alleen boxsprings verliezen, doen we nu ook banken en eethoeken. Ja, maar begonnen met de dekbedden. Vertel daar eens over, waarom dekbedden? Ik ben eigenlijk begonnen met een dagaanbiedingssite, dus een beetje à la Groupon. Ja. Dat is in 2012 geweest. En eigenlijk merkte ik dat beddengoed een goede markt was. Dus ik zag eigenlijk continu dat de verkoop liep lekker, weinig klachten, weinig toeren. Ja, hè, maat. Daar is een maat gewoon een maat. En bij kleding heb je altijd nog iets zoiets als pasvorm. Ja. En bij een dekbed heb je dat niet. Dus dat was erg prettig. Marge waren goed. Best wel ingeslapen markt. Een beetje cliché, maar is echt zo. Ja, het is belachelijk duur, hè, beddengoed. Ja, bij de bestaande orde zeg maar, is het wel erg duur. Ja. En dat zagen wij. En toen hebben we gekeken, hoe kunnen we het nou goedkoper doen? Nou, hoe zijn we echt helemaal naar de bron gegaan? Zelf inkopen, zelf designen en uiteindelijk rechtstreeks naar de klant. Via internet. Nou, en dat sloeg erg aan. Ja, een makkelijk product ook, hè? Want de postbezorgers kunnen ermee gooien en smijten zonder dat het breekt. Ja, dat sowieso. Dat is wel fijn, ja. Ja, het is niet altijd dat er heel zuinig mee wordt omgegaan bij de post. Maar dat maakt in ons geval niet zoveel uit. En hoe werd je verwelkomd op de markt? Nou ja, in het begin werd er een beetje om gelachen. Zo van, weer de zoveelste internetprobeersel wat online komt. Maar eigenlijk ik denk ongeveer een jaar. Ja, toen waren de mensen al zoiets van, deze jongens die zijn wel serieus, zeg maar. Ja. Want de bestaande bedrijven zagen natuurlijk hun marges afkalven. Want die konden niet een dekbedje blijven verkopen voor... Ja, wat is het, €200? Ja, dat ging van 100 tot zelfs 400, €500. Maar wat denk ik vooral was, in het begin merkten ze misschien nog niet heel erg de omzet die de marge die ze minder konden maken. Want mensen bleven natuurlijk toch wel bij hun kopen. Maar naarmate de jaren vorderden, zeg maar, merkte je wel gewoon dat zij steeds minder omzet gingen maken. Dus dat was voornamelijk wat ze vervelend vonden. Wij hadden zulke lage prijzen dat mensen eigenlijk gewoon gelijk besloten om bij ons te kopen. Ja, en ik heb ook begrepen dat je enorm agressief jezelf in de markt hebt gezet. Hè? Toen je een beetje tegenwind kreeg, heb je de prijs alleen maar verder verlaagd. Ja, we hebben de prijzen gehalveerd toen we tegenwind kregen. Ja, wat voor tegenwind kreeg je? Nou, we hadden een actie waarbij we de eenpersoons beddengoed, of dekbed overtrekken moet ik zeggen, voor €9,95 gingen verkopen. Nou, dat was toen de tijd heel goedkoop. En toen kregen wij een soort, bijna dreigbrieven zou ik het niet noemen, maar... Ik kreeg een flinke, even wat tegenwind. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, joh, dezelfde avond nog, van ik maak de prijs €4,95. Ja, mijn rug op. Ja, precies. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat de omzet echt heel hard ging en dat we heel snel bekend werden. En dat trucje hebben we eigenlijk doorgezet. En daar waren heel veel mensen niet zo blij mee. Ja, snap het. Nou ben ik wel eens bij je op kantoor geweest. En ik herinner me dat daar op de muur gekookt stond van hocus pocus, keep the focus. En nu vertel je net dat je afgelopen jaar dat er een project inrichter bij is gekomen en een koopjesite. Ja. Dat is toch niet echt de focus waar je dan op doelt? Nou ja, dat is wel een goeie om denk ik uit te leggen. Dat klopt. Het enige is dat het wel, wij zijn zeg maar gaan focussen op dekbeddiscounter. Dat ging heel goed. Eerst had ik heel veel webshops, dus de dagaanbiedingssite en nog een aantal andere webshops waaruit dekbeddiscounter ontstaan is. Toen ben ik naar één webshop gegaan, alleen dekbeddiscounter. En toen daarna ben ik eigenlijk verder gegaan met dekbeddiscounter. Die focus heeft me heel veel gebracht, maar wat ik merkte op een gegeven moment is dat we eigenlijk heel goed waren in het runnen van een webshop. Dus we hadden goede klantservice, goede beoordelingen, goede verzendpartij, noem het maar op, goede inkoop.
En toen dacht ik van ja, maar ja, als ik nou eigenlijk het helezelfde systeem aanhoud en alleen een ander product toevoeg, gaat het dan dermate veel van mijn focus weghalen. Mm-hmm. Toen ben ik gaan kijken van joh, als ik dan op dezelfde manier ga inkopen bij de bron, dan wel. Dan heb ik heel veel mensen nodig. En dat had ik nu niet. Want ik doe nu eigenlijk al veel handel via tussenhandelaren. En op die manier kan ik eigenlijk gewoon mijn focus houden op het operationele rijlen en zeilen van de onderneming. En kan ik het inkoopproces lekker bij een ander laten. Ja, ja. Kost mij iets marge, maar heel weinig, omdat we gelijk grote volumes kunnen doen. Maar je zat in de online business en met de Arend, dat is offline toch? Dat is nu voornamelijk offline, maar dat gaan we ook zeker online brengen. Hmm. Dus wat we gaan doen is eigenlijk daar ook een centrale productdatabase maken in de vorm van een webshop. En die gaan we gewoon natuurlijk op dezelfde manier uitrollen. Ja, ja. Ja. En de afgelopen jaren heb je Koop Je Deal erbij gekocht, wat net daarvoor failliet was gegaan. Ja. Heb je dat alweer een beetje op de rit? Dat hadden we eigenlijk wel redelijk snel op de rit. Na een dag of 5 waren we weer online. Dus voornamelijk veel achterstand in de klantenservice natuurlijk. Veel boze klanten die hun product niet geleverd hadden gekregen. Ja. Die hebben we allemaal gecompenseerd. Dat was best wel even een klus. En daarna zijn we eigenlijk vol gas vooruit gegaan. Veel vertrouwen teruggewonnen. Mensen die gedupeerd waren, waren eigenlijk ineens een soort fan. En dat loopt nu eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja. Ja. En Koop Je Deal, ik ken dat eigenlijk met name van de paginagrote advertenties in de ochtendkrant. Ja. Producten variëren van een tuinbankje tot tot oordopjes. Je kan het zo gek niet bedenken, hè? Koffiezetten. Klopt. In de auto. Ja, zij konden nu een beetje de hypes van het moment. Of in ieder geval iets wat bij de tijd past. Dus bijvoorbeeld nu hebben we dingen voor de kou. In de zomer heb je bijvoorbeeld airco's, noem het maar op. Ja. Je speelt een beetje daarop in. Koop Je Deal is eigenlijk meer een soort het opwerken van een behoefte die er eigenlijk niet is. Hè. Dus gewoon iets een hebben dingetje. Ja. Dat is gewoon leuk. En je ziet dat toch steeds meer mensen daar een soort vatbaar voor zijn. En toch het leuk vinden om daar iets te kopen. Ja. Nu klinkt er ook een geluid in de samenleving die zegt van ja, we moeten eigenlijk af van het consumentisme in Nederland. Hè? Mensen die maar kopen, goedkope zooi uit China. Voel je daar nog een bepaalde verantwoordelijkheid? Want eigenlijk doe je daar een beetje aan mee. Nou, ik denk dat dat zeker aan de gang is. Maar ik denk dat we dan meer moeten kijken naar de grotere platformen in het buitenland, zeg maar. Wij verkopen uiteindelijk gewoon in een normale prijs, op een normaal prijspunt. Natuurlijk zijn we goedkoop, maar er zijn een hoop Nederlandse mensen die daaraan verdienen en voor werken. Hmm. Maar we kijken naar Alibaba en dergelijke. Dan ga je natuurlijk echt naar centenwerk, waarbij de Chinese overheid extreem bijpast, zeg maar, op alle producten die naar ons land komen. Ja. Dat vind ik een beetje oneerlijk. Kijk, het hele verhaal over het consumeren, natuurlijk zou dat wat minder moeten. Maar ik denk niet dat ik dat als persoon kan verminderen. Hm. Dat is iets lastig, denk ik. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je consumenten aan het verleiden bent producten te kopen waarvan ze niet eens wisten dat ze het wilden. Nee, dat klopt, zeker. Alleen uiteindelijk, als wij het niet doen, doet een ander het. Dus dat vind ik dan lastig. Alleen we proberen wel de goede producten te verkopen. Ja, ja. Dus we kijken daar wel naar, zeker. Eigenlijk ben je weer terug bij af, hè, met Koop Je Deal. Ja. Dus dagelijkse aanbiedingen. Ja, ja. Ja. Eigenlijk wat er is gebeurd is. Mijn eigen dagaanbieding site was ooit de kweekvijver voor dekbeddiscounter. En dat is Koop Je Deal nu weer voor de toekomst, zeg maar. Ja, grappig. Ja. En ik ben uiteraard eventjes door de knipselmap gegaan. En daar kom ik dan een omschrijving tegen als de geboren ondernemer. Want eigenlijk begon je als op de lagere school begon je al een beetje te handelen, hè? Ja, heel vroeg al. Ja, wat vertel eens. Vroeger had ik een soort liefde voor dingen wat alles waar een motor op zat. Dus kleine motortjes, stepjes met een motortje uit Amerika, kwartjes, noem het maar op. Ja. En later zijn dat auto's geworden toen ik 16, 17 was. Nog voordat je een rijbewijs had? Ja, en dat bedrijfje heb ik toen verkocht toen ik 18 of 19 was. En daarna ben ik gaan studeren. En toen daarna eigenlijk gelijk gestart. Hm. Ja. En had dat zin, die studie, of had je het had je net goed over kunnen slaan? Nou ja, ik heb er wel bepaalde dingen geleerd, zeker. Maar voornamelijk denkwijze en hoe je dingen moet regelen. Maar niet echt per se de inhoud. Ja, je weet nog wel wat dingen natuurlijk. Maar het vormt je denk ik meer als mens dan dat het echt de inhoud is. Ja, ja, het vormt je als mens. Het was waarschijnlijk een feestelijke periode. Dat sowieso. Maar soms moest je dan ook wel weer even aan de bak. Ja, ja. En dat merk je dan wel. Dat je op een gegeven moment toch wel, je moet ook wel weer een keer serieus doen. Hm. En ik was toch wel wat meer van dat feestelijke dan dat serieuze, zeg maar. Ja, ja. En wat ik ook wel mooi vond aan jou is dat je een paar jaar geleden opdracht hebt gegeven voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Hè? Als ik goed geïnformeerd ben, had je toen een mannetje of 16. Je hebt toen de bouwer opdracht gegeven een pand neer te zetten waar 130 mensen in kunnen. Ja, nou, het pand stond er wel al, alleen het was een heel oud vervallen pand. Het was 7 jaar leeg. Ja. We hebben dat pand in de zomer van
2017 gekocht. Inderdaad, toen waren we ongeveer met die aantallen mensen. We zagen gewoon dat het te hard ging groeien. We zaten toen in Moordrecht, waar jij ook een keer geweest bent. Nou, het is natuurlijk erg klein en simpel. Alleen toen zaten we op 300 vierkante meter, volgens mij. En we hebben nu 2100 uit mijn hoofd. Hm. Ja. En begint het al een beetje uit zijn jasje te groeien? We zijn de showroom al stiekem aan het ombouwen naar kantoor, omdat het te vol raakt. Ja. Ja, dus we hadden nog één verdieping over, maar die gaat nu ook eraan. Ja, ongelooflijk. Want even voor de goede orde, 30 ben je toch? Ja. Ja. Klopt. Heb je nog wel eens contact met oud-studiegenoten die dezelfde leeftijd zijn, die waarschijnlijk een heel ander leven hebben dan jij? Ja, soms wel eens een keer. Er was toevallig laatst iemand bij ons interim marketingjongen die bij mij in de klas heeft gezeten. Ja. En ja, weet je, heel leuk, maar ja, heel andere richting inderdaad. Ja, ja, ja. Want ja, je bent er ook niet vies van om je succes een beetje te vieren. Ik zag je bijvoorbeeld opduiken in een filmpje van The Challenge, wat een rally is voor ja, met hele snelle, dure sportauto's en veel vrolijke feesten. Je reed mee in een Ferrari waar je eigen portret op stond. Denk je dan wel eens van ja, is dat zakelijk handig? Of denk je van nou, kan mij het boeien, ik heb het zelf verdiend? Nou, ik denk ik denk daar zo niet over na. Ik denk dat het voor ons voornamelijk is dat we gewoon, we doen lekker ons ding. We worden er niet anders van of zo. Maar wij vinden het gewoon heel leuk om dit soort dingen te doen. Ja. En wat iemand daarvan vindt, moet hij daar lekker van vinden. Nou, dat is prima. Zo is het ook. Ja. Hey, en hoe financier je die groei? Dat zat ik nog te denken. Want je hebt de Arend erbij, koop je deal erbij, wat een best wel een prijzig ding was. Klop je dan aan bij de bank? Financier je het uit je eigen kaststroom? Heb je iemand uit de Quote 500 zo gek gevonden om... Nee, wij doen eigenlijk financieren we alles zelf. Dus vanuit de cashflow, ja. Hm. Ja. 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 En lig je s'nachts nog wel eens wakker van de bedragen die daar dan mee gemoeid zijn? Nee, dat was vroeger wel anders. Maar dat is tegenwoordig gelukkig is dat niet meer aan de orde. We hebben hele goede mensen op kantoor die continu dat in de gaten houden en zorgen dat het een goede baan wordt geleid. Maar ja, vroeger was dat wel een dingetje natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Als je omvang groot wordt, heb je ook veel meer te onderhandelen. En krijg je dingen voor elkaar die vroeger, ja, daar kon je alleen maar van dromen. Ja. En dat zorgt er nu voor dat je toch wel een bepaalde stabiliteit hebt in je cashflow. En dat je dit soort dingen, ja, met een bepaalde... Natuurlijk zit er altijd een risico aan. Maar je kunt het goed berekenen van, hey, is dit voor ons nu haalbaar, ja of nee? Ja. En ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ja. Want wat is jouw belangrijkste taak op kantoor? Nou, ik ben de CEO van Yamani Group, heet het nu. Dat is eigenlijk de groep waar alle bedrijven onder vallen. Ja. Hetgeen wat ik doe is eigenlijk commercieel vooral het roer vasthouden en sturen. Kijkend naar alle bedrijven, waar gaan we heen op individueel niveau, maar ook zeker op groepsniveau. Strategie en nieuw business. Dus bijvoorbeeld het openen van nieuwe webshops. We kijken naar bijvoorbeeld overnames in het begin, weet je wel, zijn die strategisch goed? En dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Ja, ja. En schets ons eens een beetje de toekomst. Wat zit er allemaal nog aan te komen? Sowieso een webshop in meubilair. Die wordt, als het goed is, einde van het jaar, begin van volgend jaar gelanceerd. Zie je daar de synergie met de Arend? Ja, ja. Nou ja, exact. Ja. Dus dat is erg fijn. Daarna gaan we ook nog kijken naar een wat nieuwe platformen in de zin van producten die iedereen dagelijks gebruikt in en om het huis. Daar zien wij vooral veel markt in. Daar zijn we nog wel in de onderzoekende fase. Dus we zijn aan het kijken, van, joh, weet je, is dat dan bijvoorbeeld die markt of is dat die markt? Nou, noem maar op. Nou, daar denken we met een volgend jaar toch wel wat stappen in te ondernemen. Ja. Maar vooral het uitbreiden, dat zal zeker aan de orde blijven. Ja, en dan heb je het over producten die iedereen gebruikt. Want dat is een beetje jouw drijfveer om dingen te verkopen die iedereen nodig heeft. Ja, toch? Ja. Ja. Dat is het meest makkelijke, denk ik. Ja, ja. Hoe simpel kan het zijn eigenlijk? Ja, zo makkelijk is het, ja. Misschien wel iets ingewikkelder toch dan het klinkt. Want je hebt ook wel eens verteld dat je het met pannen hebt geprobeerd. En dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, dat was destijds toch niet helemaal de markt die ik voor ogen had. We hebben pannendiscounter ooit opgericht naast dekbeddiscounter inderdaad. Ja. We hadden eigenlijk alle operationele hobbels wel een beetje genomen in het voorjaar. En midden in het jaar dachten we van, hey jongens, we moeten weer wat nieuws. Nou, dat gingen we doen. Ging eigenlijk best wel goed. Alleen toen hadden we nog niet de mogelijkheid om gewoon scherp in te kopen en op de goede manier in te kopen. Heel veel geld geïnvesteerd in heel veel voorraad. En uiteindelijk is dat eigenlijk een beetje doodgebloed. De omzet ging op zich wel goed. Maar doordat we niet genoeg mensen hadden, konden we ons zeg maar niet focussen op en dekbeddiscounter en pannendiscounter. Ja, ja. En nu zou dat wel kunnen, omdat je nu wat meer mensen hebt die daar goed naar kunnen kijken. Zeg maar. Dus als ik een kleine voorspelling mag doen, de komende tijd bij Koop Je Deal komen er best wel pannen voorbij. Ja hoor, nee, dat komen ze al. Dus ja. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed, ja. Ja, ideale manier natuurlijk om van incoherent voorraad af te komen.
Dat ook, ja. Ja. Gelukkig hadden we die al een heleboel verkocht. Maar het gaat met name om denk ik, het testen van de goede markt. En te kijken van hoe is de reactie van de klant en hoe is de klantenservice op de producten. En daarmee kan je al heel goed proeven hoe zo'n markt is. Ten opzichte van wanneer je een businessplan gaat schrijven over bijvoorbeeld een pannenmarkt. Ja, weet je, je hebt in de praktijk zoveel meer punten waar je tegenaan loopt die je van tevoren niet kunt weten. Ja. En daarom vind ik het erg belangrijk om met Kopiedeal gewoon zoveel mogelijk te testen. Ja. Ja. En wat zeg jij nou tegen jonge ondernemers die bij jou aankloppen en zeggen van nou, ik heb ook plannen om een webshop te beginnen in product, weet ik het. Wat adviseer je hen? Wat is de belangrijkste valkuil die ze moeten ontlopen? Nou, in het begin sowieso focus. Omdat je dan al heel druk bent met alle randzaken van een bedrijf. Ik bedoel, mensen denken altijd, ik heb een ideetje, ik begin een websiteje en dan ga ik het al verkopen. Ja. Maar vergis je niet in het randzaken die je hebt. Hè, financiën, personeel op een gegeven moment, een pand, nou, noem het allemaal op. IT, dat zijn toch allemaal wel serieuze dingen. En eigenlijk ben je dan op een gegeven moment, als je groeit, ben je na een hele korte periode eigenlijk al helemaal niet meer bezig met je initiële idee, maar alleen maar bezig om je tokootje draaiende te houden. Ja. Maar als ondernemer heb je dan de val, of tenminste, ik had dan de valkuil, ben ik volledig ingegaan, zeg maar, van focusverlies, omdat ik, doordat ik bezig was, veel meer kansen zag. En toen dacht ik van, hé Niels, dat is niet handig, want nu ga je zoveel dingen tegelijk doen dat je eigenlijk geen tijd meer hebt. Om het ene wat je wilde doen, doe je niet meer goed. Ja. Nou, dan was ik alleen maar balletje in de lucht aan het houden, maar ik was geen geld aan het verdienen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik altijd probeer uit te leggen, van probeer in het begin vooral je eigen ding wat je bedacht hebt goed te doen. Probeer het goed te organiseren, operationeel, maar ook financieel, noem het maar op. Ja. En als je dat allemaal op de rit hebt, ga dan pas verder kijken en schrijf de ideeën op en leg ze aan de kant. Want anders dan blijf je continu bezig met nieuwe dingen en wordt je eigenlijk je berg met werk alleen maar groter. Ja, ja, precies. Ja. De valkuil van de vele kansen en de weinig tijd. Ja. Ja, ja, ja. Hey, en laten we even voor het gemak ervan uitgaan dat die 100 miljoen omzet dit jaar er komt. Hè? Kantje boord. Mm-hmm. En wat is dan het volgende doel? Ja, is erg lastig. Wel weer groei uiteraard. Wij willen gewoon flink doorgroeien. Maar dat is heel moeilijk in te schatten, omdat ik niet weet, gaan we overnames doen? Gaan we veel nieuwe bedrijven starten, weinig nieuwe bedrijven starten? We willen met Lease vooral nog een grote klap gaan maken. Lease is wel hot and happening op het moment. Mm-hmm. Ja, weet je, gaan we daarmee ook kantoren doen of niet? Weet je, dat zijn allemaal dingen die nog eventjes spelen, waarvan ik niet durf te zeggen wat de impact op de omzet gaat zijn. En beschrijf dat proces eens, want dan zit je dan met je voetjes op de tafel en een paar getrouwen om je heen te brainstormen. Hoe neem je die beslissing? Nou, vaak heb ik wel ideeën of mijn compagnon. En dan zitten we bij ons, we hebben samen een kantoor. En dan zitten we bij ons samen aan kantoor en dat kan of een keer in de auto zijn of een keer in de bar of weet ik veel wat. Dat we gewoon samen zo zitten van nou, hoe gaat het nu? Yeah. We waren toevallig vorige week samen even weg in het buitenland. Ja, dan hadden we het over iets, weet je. En dan kom je op een gegeven moment tot een idee van, ja, dit is wel echt een goed idee, dit moeten we doen. Waar je anders niet zou komen als je niet samen even rustig zou praten. Ja, ja. En dat is wel grappig. Dus je moet er wel een soort rust voor nemen, is mijn gevoel. Ja. Ja, en je moet er tegen kunnen dat je niet weet wat de toekomst gaat brengen. Ja, dat is logisch. Ja. Je weet het wel. Ja, goeie vraag. Niels, leuk dat je er was. Dankjewel. Top. Meer gesprekken zien, abonneer je dan even op dit kanaal. Tot de volgende keer.